Gijp en Derksen willen deze presentator voor 6. Dat columniste Angela de Jong heeft vernomen dat Johan Derksen en René van der Gijp een nieuwe Veronica Inside presentator willen nu ze helemaal klaar zijn met Wilfred Gené, die er zelf ook klaar mee is. Wie dan? Nou, dat kan Angela ons vertellen. Ze zat gisteren bij Talkshow op 1 om te praten over de toekomst van Veronica Inside. Die staat op losse schroeven nu Gené in de clinch ligt met Gijp en Derksen na die veelbesproken racisme-thema-uitzending van afgelopen maandag. Angela heeft van één bron, die dicht bij het vuur zit, gehoord dat de heren Gené mogelijk willen inruilen. Ik heb vandaag de naam Wietse van der Goot, voetbalverslaggever bij Fox en Veronica, Red. Horen rondzingen, onthult Angela. Gijp en Derksen zouden die zelf graag willen, dat heb ik gehoord. Maar ik bedoel, het is één bron, ik kan er mijn hand niet voor in het vuur steken. Wie de bron is, dat gaat Angela uiteraard niet prijsgeven. En, dit zal je niet verrassen, vooralsnog heeft niemand van het zeskamp gereageerd op Angela's uitspraken. Op 1, tv-recensent bij het AD Angela de Jong over de rel rondom Veronica Inside, je zou ook kunnen zeggen dat wat er in het programma gebeurt, nu ook in de maatschappij gebeurt. Punt aankomende maandag zouden de heren eigenlijk hun 6e seizoen afsluiten, maar vanwege de totaal uit de hand gelopen sfeer, heeft Talpa die uitzending maar geschrapt. Of Gijp, Derksen en Gené na de zomer weer de draad oppakken, lijkt onwaarschijnlijk, maar dit trio heeft eerder al de nodige ruzies overleefd, dus zeg nooit nooit.